Goedemorgen, ik ben Desiree Stokkel en het is 1 juli 2016. De Wetenschappelijke Raad van de Regering brengt mensen opzettelijk in de schulden. De WRR is een ontwerpstudio voor moord op individuen en dient uitsluitend om het ministerie van Algemene Zaken te helpen bij het ontwerpen van moord. Al die rapporten die je leest zijn nep, of het zijn wel rapporten die worden toegepast tijdens gesprekken, maar ze dienen niet om problemen op te lossen. De Wetenschappelijke Raad van de Regering heeft een bureau direct naast de secretaresse en het kantoor van dictator Mark Rutte of voormalig dictator Balkenende. En wat ze doen is ontwerpen wie op welke manier volgens welke lobby moet worden vermoord. Het is de Wetenschappelijke Raad van Regering geweest die samen met Balkenende ervoor gezorgd heeft in 2004, 2005, 2006 dat de gemeente Bloemendaal de autoriteit van de rechter mag negeren. Als een gemeentebestuur de autoriteit van de rechter mag negeren, betekent dat dat de burger 1 op 100 keer naar de rechter kan, maar geen gebruik mag maken van gerechtelijke uitspraken. En als je daarvan geen gebruik mag maken, terwijl wel wordt gedaan alsof je recht hebt, dan ontdek je dat je al je termijnen voor het in beroep gaan bij een hogere rechtbank misloopt. Dus de gemeente is vrij om mensen in de financiële problemen te treiteren door de autoriteit van de rechter niet te erkennen. En dat is een oorlogsmisdaad. Wanneer iemand niet naar de rechter kan, is dat een oorlogsmisdaad. Dat is geen misdrijf tegen de menselijkheid, nee, dat is zo'n grote vorm van machtsmisbruik dat je als burger rechtenloos bent. Nou, de Wetenschappelijke Raad van de Regering organiseert samen met de rechtspraak, de advocatenorde, de Raad voor Rechtsbijstand en de professorenlobby wie op welke manier compleet vernietigd moet worden. Dus je wordt in de financiële problemen gebracht. En dat gaat momenteel nog heel veel verder. De Wetenschappelijke Raad van de Regering lobbyt ook met ambassades. En die ambassades die zijn nu bezig met het hard chanteren van Nederland. Omdat Nederland dus via het internationaal strafhof en het internationaal gerechtshof mensen vermoordt. En die ambassades maken daarvan gebruik. In Europa komt helemaal niks tot stand door dezezelfde chantagepraktijken. Het Nederlandse volk wordt dus niet uit de schulden geholpen, nee, het wordt in de schulden geholpen. En dan is er nog iets. Al die organisaties die zich bezighouden met schuldsanering, schuldoplossing, willen helemaal geen oplossing. Wat zij willen is bevriend zijn met de WRR. Ze willen dus vriendjes zijn met de moordenaars. Die organisaties weigeren om de zware juridische procedures tegen het parlement, tegen de ministeries in te zetten, te bouwen tijdens gesprekken voor probleemoplossing. Dus terwijl de Wetenschappelijke Raad van de Regering en ons dictatorenclubje bezig zijn om de rechtspraak af te breken, weigeren al die lobbyisten om gesprekken te voeren die zorgen voor de handhaving van de rechtsstaat. Het is dus één grote uitbouw van de elite moordenaarsclub. En dan dat rapport over, ja, in de schulden raken is een gedragswetenschap. In de schulden raken is een dictatorenspelletje. Mensen in de schulden houden is een dictatorenspelletje. Alle veranderingen die leiden tot een betere rechtspositie van de burger worden omgezet in minachting, haat, mensen ziek maken en mensen kapot maken. Dat is een gekozen parcours. Dat is het gedragswetenschappelijke aspect van dat rapport, maar dat vind je er niet in terug. Dag.